Deze week praten we met George Lekens. Niet alles wat de voormalige topvoetballer en toptrainer vroeger zei tegen het pers was juist. Maar 90% is wel juist. Het hamburgerincident met Eden Hazard herinnert iedereen zich vast nog wel. Die hamburger interesseert me eigenlijk geen reet. Ik ga ook af en toe frieten gaan eten enzovoort. Maar het ging mij vooral over zijn performance. Lekens was onder andere trainer van Anderlecht en Club Brugge, maar een van zijn mooiste momenten was... Met Cercle bijvoorbeeld eerst die onmiddellijk de beker winnen. Als bondscoach van België dwong hij kwalificatie af voor het WK 98. Tegen Ierland thuis winnen, dat de koning rond de koning zijn hals vloog. Ja, dat wordt snap dan natuurlijk. Natuurlijk hebben we het ook over serieuzere onderwerpen zoals omkoping en corruptie in het voetbal. De huidige kritiek op het WK in Qatar vindt Lekens... Veel te laat. Dan moet je voordien dan beginnen. België maakt nog altijd kans om te winnen dankzij supertalenten als Kevin De Bruyne. We krijgen bijna een orgasme als we zien de bewegingen van De Bruyne. Daar zijn wij voor 90% niet zeker van. Maar het is wel 100% zeker dat het nieuwe Politerke met George Lekens nu beschikbaar is om te lezen op palnieuws.be.